Oké, hier heb ik een grote plaat gepakt. Dan ga ik eerst het eerste stukje van 240 breed snijden of knippen. Ja. En nu ga ik het instellen op het stukje van 260. En nu ga ik dus één stukje knippen. Goed, ik ga nu mijn werkstuk aftekenen en ik ga eerst eens kijken dat ik de hoogste stuk, dus die 260 mm naar boven heb. Oké, hier ga ik mijn hoogtemaat instellen op de helft, dat is 130, dus de 0 moet precies op 130. Ik ga de bovenste schroef vastzetten en met dat kleine wieletje kan ik dat nog fijn afstemmen dat hij precies op 130 zit en dan zet ik hem met de onderste vast. Daar is hij, die is heel mooi, dus eerst boven en dan onder vast. Goed, nu ga ik dus het stukje in het midden en dan daaronder het andere stukje omdraaien, precies hetzelfde. Dan ga ik naar beneden naar dat stukje van 160, dat is dus de plooi, de tweede plooilijn. En dan draai ik hem om en dan draai ik de plaat en dan ga ik aan de achterkant ook nog eens die van 60 doen, want daar moet ik hem eigenlijk hebben. Zo, nu draai ik die kwartslag om. Dan ga ik de middenmaat van die 240 maken, dat is 120. En nu ga ik dus die twee stukken van, voor die afrondingen te maken, dat is 2 keer 10 mm. Dus ik maak nu 10 mm, ik draai een kwartslag, maak ik nog eens een keertje, en daar nog een keer. Nu heb ik dus die twee gaten van 10 mm, dan die twee andere van 8 mm van de kant, daar is 1. En daar is 2. Ik moet nog de middelste gaten maken. En die zitten natuurlijk op 55 van de middenlijn, dus 110 uit elkaar. Ik ga dus met een centerpons, ga ik daar mijn gaatjes even ponsen dat daar een begin is voor een boor, zeg maar. Als je moet gaan boren, dat de boor niet wegloopt. Ja. Als het gat niet in het midden is, dan ga je die naar het midden schuiven. Dus je gaat altijd een klein tikje geven, daarna pas een grotere. Dan pak ik even mijn passer en dan ga ik daar een rondje maken. Dat wil ik straks als ik ga knippen, waar ik moet knippen. Ja, kijk, bij knipschaar ga ik hem precies knippen aan de lijn. Als ik dus de schaaf vasthoud, dan ga ik dus het plaatje draaien en dan gaat eigenlijk gewoon de ronde lijn volgen die ik gemaakt heb. Dus zo kun je eigenlijk met een gewone knipschaar een radius knippen. En dan komen we aan het slijpen, of het veilen bedoel ik. We gaan dus dat stukje, dat ronde stukje, gaan we een beetje rondveilen. Je ziet hoe ik dat doe met mijn veilen, zo krijg je namelijk een mooie radius. Zo kun je namelijk een hele mooie radius veilen. Hier kun je het zien, ja, dus goed. En dan gaan we nu ons werkstuk boren. Eerst de vier gaten gaan we boren. Altijd een stukje hout eronder zetten en de plaat met een tang vasthouden, niet met jouw handen. Anders als het aan de boor blijft hangen en de plaat gaat draaien, dan gaat hij jou in de vingers of in je hand snijden.
Zo, dit is de hele grote boor waar wij dus straks het gat van 40 moeten gaan boren. Nu zijn we klaar met boren. En dan gaan we deze hier met een half ronde veil gaan we die afbramen zodat daar geen bramen aan zitten. Dat dat mooi netjes veilig is voor onze handen. Nu ga ik die plooien. Dus de eerste lijn ga ik dan doen met een blokhaak die ik op de messen zet. De tweede, die moet dan precies gelijk komen met het middenste stuk. Daar is die. Ja, dus precies daarmee gelijk. Nu draai ik hem om. Dan ga ik dus die lijnen die ik achter getekend heb, ga ik nu gebruiken om dat ding helemaal te plooien tot het tegen de messen komt. Want de messen zitten op 135 graden. Komt precies uit voor ons werkstuk. Oké, en dit is dus nu het eerste werkstukje.